Dan hadden we geen school, dan weer wel school, online lessen. En dat werd mentaal gewoon heel erg veel. En ook veel jeugd is ook toen heel vaak in depressies gekomen. Dus daar werken wij hier sowieso ook heel erg aan. Carolina is een van de jongeren die het meidocht onder de maatschappelijke dienst tijd. Jongeren die thuis zitten of stappen binnen mij een opleiding en net weten wat of hoe ze nou verder moeten, kunnen binnenrennen bij de MDT. Er zijn best wel veel worstelingen bij jongeren en wij bieden jongeren een plek om daar even uit in de rust te komen. Even weer pas op de plaats en vervolgens weer te kijken van nou, waar word ik nou echt gelukkig van en wat zijn de stappen die daarbij passen. MDT-locaties reizig je als paddenstwoon uit de groen en hield niet meer jongeren witte MDT te vinden. Om vestigie te bieden wordt er inzet op vaste plakken, zodat je net elke maand ergens oors in hoeven. Voor deelnemer Carolina budget MDT een heel soort nadat ze stoppen met haar opleiding. Ik ging dan heel veel dingen overdenken en ik ging heel erg met mezelf zitten. Ook door problemen thuis en van alles en nog wat. Toen ging het gewoon heel erg mis en toen zeiden ook meerdere docenten van goh, hey, is het niet beter als je er even een halfjaartje voor tussenuit gaat, dat je alleen aan jezelf kan werken. Deelnemer Kaas had eigenlijk een soort positieve ontdenken zo'n MDT. Terug te werken in zijn doelen had hij alweer uitzag op een nieuwe opleiding. De openheid, denk ik wel. Want op school, ja, dan is soms, tenminste voor mij wie dat vorig jaar, voor ambitie lastig om zo open te wijzen. En nou ken je dit volle meer. Ik heb mijn PWK-lien ingeschreven voor een opleiding vanuit Jere. Toen ben ik erachter gekomen dat ik wilde zorg in boe. En dat ga ik volgend jaar proberen en hopen dat het lukt. Toen je waar de nieuwe MDT-locatie hier in Leeuwarden werd de gemeenten Noord-Oost-Friesland, Dantumadiel en Waardhoeken in faciliteer je. Want ook jongeren uit deze omkrieten gaan graag naar Leeuwarden. Zo hier in Leeuwarden is een beetje het centrale punt, maar we hebben eerst een beetje stationen geweest en zo zijn er meerdere plakken in de provincie ontstaan er met jongeren aan de slag kunnen. En eigenlijk is dat juist goed, omdat het net al te grote organisaties krijgen, maar gewoon echt jongeren in hun eigen omgeving helpt en op hun eigen manier, wat bij hun past. En dat was net te groot en een beetje in hun eigen buurt.